kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een best wel grote naked shop vlog. Het zijn iets van 10 items volgens mij. Ik heb weer allemaal dingen bij Naked mogen uitzoeken. Waar ik weer super blij mee ben. Ik ben echt altijd heel erg fan van de items van Naked. En eigenlijk altijd alles wat ik daar kies draag ik echt super veel. Ik heb hier nu ook weer allemaal dingetjes voor me liggen wat ik heb uitgekozen. Dus dat ga ik vandaag aan jullie laten zien. Ik heb voor jullie ook een kortingscode en ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. Maar laten we maar gewoon gelijk snel beginnen met de items. In plaats van een heel lul verhaal, ga ik gewoon gelijk de items laten zien. Sommige dingen heb ik gisteren wel eventjes gedragen voor de foto's. Dus bij sommige zitten de kaartjes er niet meer aan. Maar ik ga beginnen met deze broek. En dit is echt mijn lievelingsbroek. Dit is een pantalon, een zwarte. Ik heb hem dus al een keertje bij Naked uitgekozen vorige keer. Alleen, ik ben dan zo iemand, als ik echt de perfecte broek heb gevonden, dan ben ik dus bang dat hij dus een keertje kapot gaat of lelijk wordt. Dus dan wil ik eigenlijk een soort van een backup. Dus ik heb hem nu voor een tweede keer besteld. Zo fijn vind ik hem. En dat is dus gewoon een simpele zwarte pantalon. Ik hoop trouwens dat dit niet te erg stort. Misschien is dit beter. Zo. Nou, ik weet niet. Maar in ieder geval, een zwarte pantalon. Zometeen in de aanbeelden kan je denk ik wat beter zien als ik hem aan heb. Ik heb hem in een maatje 34. En deze is volgens mij van de Josephine collectie, van zo'n influencer collectie. Maar ik weet niet, dit is gewoon echt de perfecte pantalon. Hij is niet te strak, hij zit niet te los. Hij valt mooi over je schoenen heen aan de onderkant. En ik had hem toen ook aan met kerst en toen heeft mijn nichtje hem ook gelijk besteld. Omdat zij hem dus ook zo mooi vond. Dus dat is deze. Deze heb ik in een maatje 34. Dit is de zwarte pantalon. Ik weet niet, ik vind hem gewoon heel erg mooi aansluiten. Hij heeft ook zakken aan de zijkant. En je maakt hem dus open en dicht met zo'n schuifdingetje. En er zit hier ook nog een knoopje, dus hij zit eigenlijk dubbel vast. En hij heeft natuurlijk ook nog gewoon een rits hier lopen. Maar dit is hem en ik vind hem echt heel erg mooi zitten. Hij heeft ook een naad die hier in het midden loopt. Wat weer op een soort van broek lijkt van zo'n echt zo'n pak, zeg maar. Echt heel erg blij mee. En de lengte is dus ook goed. Hij is ietsjes te lang, maar als ik dus gimp of zo aan heb, vind ik dat heel erg mooi. Dus dat is deze. En ze hadden hem dus ook nog in een grijze kleur, zag ik. En toen dacht ik, ja, ik bestel hem ook gewoon in een grijze. Want die zwarte, die draag ik zo vaak en zit zo mooi, dat ik ook een ander kleurtje ervan wil. Dus ik heb ook deze kleur uitgekozen. Het is een, ja, een mooie grijze kleur. Dat vind ik ook heel erg mooi voor in de winter. En ook deze heb ik weer in een maatje 34. Oh, hij is van de Amelie Star collectie. Ik dacht van de Josephine, maar van de Amelie Star collectie. En het is eigenlijk gewoon precies dezelfde pantalon als de zwarte, maar dan in het grijs. En deze vind ik dus ook bijvoorbeeld heel erg leuk te combineren met een paar sneakers eronder en een leuke trui erop. Of een blazer of zo kan er ook heel erg leuk op staan. Maar ik vind het ook wel leuk om het gewoon in het dagelijks leven met een leuke trui erop te dragen en dan een paar sneakers. Dus dat is deze. En uit mijn hoofd zijn deze volgens mij 51 of 55 euro. Maar ik heb voor jullie een kortingscode met 20%. Dus die zal ik aan het eind van deze video delen. Maar in ieder geval deze. Dan de grijze pantalon. Dezelfde als de zwarte van net. En bij de grijze zie je de details wel beter. Kijk, hier loopt dus bijvoorbeeld die lijn wat ik net zei. Dat vind ik echt heel erg mooi. En heeft hij ook twee zakken weer. Op de kont heeft hij twee nepzakken zitten. Maar in principe, ja, je hebt hier twee zakken. Dus het maakt niet heel veel uit. En ook weer gewoon dat je met zo'n clipje dicht kan doen. En hier zit ook weer een knoopje. Eigenlijk gewoon weer precies dezelfde broek natuurlijk als die zwarte, maar dan in het grijs. En hier ben ik ook echt heel erg blij mee. Deze vind ik ook echt heel erg mooi. Dan heb ik deze shoplog best wel veel broeken ook uitgekozen, zie ik nu. Want ik heb ook nog een bruine broek. En deze is van de Claire Rose collectie. Ze hebben bij Naked altijd allemaal van die influencer collecties. En ik vind dat vaak wel de leukste collecties eigenlijk die ze hebben. En ik heb deze uitgekozen. En dat is deze bruine. Aan de bovenkant heeft hij een elastieke band. En verder is het gewoon een, ja, uiteenlopende broek eigenlijk. Het is een beetje een bruin kleurtje. De kleur die je nu echt heel erg vaak ziet. Ik hoop dat je het goed kunt zien op camera. Ik hoop ook dat de belichting goed is. Maar ik vond het wel een leuk plekje om de video op te nemen. Ik heb deze in een maatje 32. Omdat ik anders altijd bang ben dat deze broeken zo veel te lang worden. Want het model op de foto van deze, die was ook 1,65 of zo. Dus ik dacht, nou, dat moet wel passen met een 34. Maar het model met deze was echt in de 1,70 nog wat. Dus dan kies ik altijd een maatje kleiner. Vooral omdat er een elastieke band in zit. Ga ik dat vaak toch wel mee. En nu is de lengte van deze op zich wel oké. Als ik er gewoon een paar schoenen onder doe. Dus dat is deze. En deze lijkt me weer heel erg leuk te combineren met bijvoorbeeld een zwarte trui. Ik had van Naked echt een super leuke zwarte trui de vorige bestelling. Maar daar vind ik hem heel erg leuk mee te combineren. Dus dat is deze. Van deze weet ik niet hoeveel die kosten. Maar ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. En dan kunnen jullie het daarin zien. Dus dat is deze broek. Dit is die bruine broek. En zoals ik zei, past hij aan de bovenkant gewoon goed. Omdat het natuurlijk elastiek is. Maar dit is qua lengte wel echt
een stuk beter. Hij is alsnog wat te lang, maar met schoenen past hij dan wel gewoon. Dus vandaar dat ik dus voor een maatje kleiner heb gekozen. Ook deze heeft weer zakken aan de zijkant. Verder heeft hij geen nepzakken achter of zo. Het is gewoon echt een hele basic broek verder. Maar ik vind die kleur wel echt heel erg leuk. Ook weer met deze trui erop vind ik dat wel leuk. Dus dat is deze. Dan heb ik dit topje. En dit is eigenlijk een topje die ik op alle drie de broeken die ik hiervoor plaats zie wel leuk vind. En dat is gewoon een heel simpel zwart topje met een V-hals. Zwart is altijd een beetje lastig te laten zien op beeld. Maar straks als ik hem aan heb zie je het wel wat beter. Met gewoon lange mouw. Maar dit stofje. Ja, je kan het echt niet zien en voelen natuurlijk. Maar dit stofje is echt super lekker. Het is echt mega lekker zacht. En deze is van de Jasmine collectie. Geen idee eigenlijk wie dat is. Maar ook in ieder geval van zo'n influencer collectie. En deze heb ik in een maatje XS genomen. Dan dit zwarte topje. En die vind ik dus heel erg leuk op eigenlijk de drie broeken die ik net heb laten zien. Het is gewoon een hele simpele zwarte top. Maar wel echt een heel erg lekker zacht stofje. Uit een mooie V-hals heeft hij. Hij is wel best wel diep. Dus daar moet je wel van houden. Verder komt hij wel best wel hoog. Want mijn navel zit hier en het topje zit hier. Maar verder is het gewoon een heel erg basic zwart mooi topje. Dan heb ik echt een heel erg gaaf pak uitgekozen. Hier ben ik echt super blij mee. Als allereerst een broek. En deze broek heb ik dus in een maatje S genomen. En eigenlijk is dat veel te groot. Want bij Naked valt het altijd gewoon best wel groot. Bij Naked heb ik vaak XS en soms XXS. Maar die hadden ze niet meer. En ik wilde dit pak zo graag hebben. Dus ik heb gewoon voor de S gekozen. Hij is aan de bovenkant wat te groot. Maar als ik die blazer eroverheen heb, zie je dat dus niet. Dus in principe kan het wel gewoon. Maar het is dus een hele lange witte broek. Lijkt een beetje op een pyjama broek eigenlijk. Of nou, pyjama broek. Het is wel echt een hele mooie stof. Ook dat kun je natuurlijk weer niet zien op camera, denk ik. Maar het is echt een heel erg mooi stofje. En hier hoort dus een bijpassende blazer bij. Het is een beetje trouwens een off-white kleurtje. Het is een beetje cremig. Maar dat is deze blazer die erbij hoort. Echt super gaaf. Deze heb ik dan wel een XS. En ook deze is weer van die Jasmine of Jasmine collectie samen met Naked. En het is dus niet echt een pakspul. Het is meer een soort van joggingspul of zo. Ja, ik kan het niet zo goed uitleggen. Ik ga kijken wat voor materiaal dat is gemaakt. Dan kan ik het misschien ontrafelen. 42% polyester, 23% polyamide. En die andere procentjes dan? Nou, geen idee. In ieder geval, ik weet niet echt. Het is een beetje een soort van, ja, een beetje een soort vestjes spul of zo. Maar in ieder geval echt super mooi. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Dit pak staat echt zo mooi. Ook als je bijvoorbeeld geen BH onderaan hebt, dan zie je dat gewoon heel erg mooi. Want die V komt net, ja, gewoon net perfect eigenlijk. Dus dat is dit witte pak. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Dus dat is die. Dit witte pak vind ik echt geweldig. Ik weet niet of je het op camera goed kan zien, maar de broek is wel ietsjes te groot. Een XS was wel beter geweest, want dan gaat hier een beetje lubberen. Maar op zich, als je die blazer overheen hangt, zie je dat dus niet. Dus dit vind ik wel, dit vind ik echt heel erg leuk. Ik vind het ook een hele mooie kleur en hij valt gewoon mooi. Je kan hier bijvoorbeeld geen BH onder doen of een mooie kanten BH, dat je dat een beetje ziet. Nu heb ik er gewoon een hele simpele BH onder, dus niet heel leuk. Die broek is een klein beetje te lang. Het valt nog wel mee voor een S, hoeveel te lang die is. Ik denk weer met een paar sneakers dat het gewoon wel prima is. Dan heb ik nog een pak uitgekozen. En deze bestaat ook weer uit een broek en uit een top, maar dan uit een blouse. En dat is dit zilveren pak. Ik vond hem echt super gaaf op de website. Deze broek heb ik dus ook weer in een maatje 32. Omdat, net zoals wat ik met die andere broek zei, hij is gewoon heel erg lang. En dan pak ik altijd gewoon een maatje kleiner. En deze past eigenlijk ook gewoon perfect. Deze gaat dus aan de zijkant open en dicht met een rits. Deze vind ik echt heel erg leuk. Ik weet niet of je dat op camera goed kunt zien, maar er zit ook een soort van klein glittertje in. Wat ik wel echt heel erg, of nou niet per se een glittertje, maar het glanst gewoon een beetje. Vind ik echt heel erg leuk. En deze is wel gewoon van mijn eigen Naked collectie. Dus dat is de broek in de 32. En daar zit dus ook een blouse bij. Die binnenste buiten zit. En dat is dus deze blouse. En dat vind ik heel erg gaaf om er dan op te dragen. En dan een beetje in die broek half te doen. Dat er een beetje uitkomt en zo. Ik ga het zo wel laten zien tijdens de aanbeelden weer. Maar dat is in ieder geval deze blouse. Weer hetzelfde kleurtje. Hetzelfde patroontje. Zodat het gewoon echt een heel pak lijkt. En deze heb ik in een maatje 34. En is ook weer gewoon van de Naked collectie zelf. En deze is ook lekker oversized van zichzelf. Dus hier heb ik niet een maatje extra groter van genomen of zo. Gewoon mijn eigen maat. Dus dat is dit leuke
zilveren bak. Dit is dat zilveren bak. Dit vind ik echt heel erg leuk. Ik zal een beetje kijken met hoe je dit leuk in je broek kan stoppen. Maar ik vind het op zich zo wel leuk. Die broek die zit dus echt perfect. Hij, ja, er kan op zich nog wel wat bij. En hij sluit dus hier aan de zijkant met een rits. Hij is dus wel nog ietsjes te lang. Maar ja, kleiner was hij er niet. Dus ik denk met een paar hakken of zo eronder is het wel heel erg leuk. En past dit wel. Ik zou hem denk ik zelf zo een beetje dragen. Zo half erin, half eruit. En dan weer zo. Vind ik wel heel erg leuk. Dus dat is dit setje. Dan heb ik echt een hele mooie blazer uitgekozen. En dat is deze grijze. Je had hier dus ook nog een pantalon bij. En ik twijfel dus heel erg tussen de pantalon die bij dit pak hoorde. Of de grijze pantalon die ik net liet zien. Maar ik dacht, ja, van die andere weet ik gewoon dat die echt super mooi zit. Dus ik ben voor die gegaan. Maar ik denk dat ik bij mijn volgende bestelling ook wel de grijze pantalon van dit pak ga bestellen. Want ik vind het gewoon echt een hele mooie blazer. Dus ik denk dat die broek ook wel heel erg mooi zal zijn. Maar het is dus een donkergrijze blazer. En de fit hiervan is gewoon echt heel erg mooi. Ik heb hem in een maatje 34. En is ook weer van de eigen Naked collectie. Hij heeft schoudervulling en hij valt een beetje oversized. En hij is ook dubbel, hij heeft dubbele knopen. Volgens mij noem je dat double breasted of zo. Maar hij heeft in ieder geval dubbele knopen. En hij valt gewoon echt heel erg mooi oversized. Dus echt zo'n perfecte oversized blazer. En ik had dus nog geen donkergrijze blazer. Dus ik dacht, dat vind ik wel leuk voor de winter nu. En ja, van de zomer vind ik het eigenlijk ook wel leuk met een stoer shirt eronder. En een shortje en dan een paar cowboy laarzen of zo. Dus dat is deze. Hier ben ik ook echt heel erg blij mee. En ze hebben deze ook nog in andere kleurtjes. Dus ja, misschien dat ik daar volgende keer ook wel voor ga kijken. Deze vind ik echt heel erg leuk. Ik weet niet, ik vind die fit dat hij zo oversized is gewoon heel erg leuk. Ik twijfelde heel erg tussen een 34 of een 32. Maar ik ben eigenlijk wel blij dat ik voor de 34 ben gegaan. Gewoon echt een hele mooie grijze kleur. En je kan hem dus ook vastmaken. Maar ik vind het juist wel leuk om hem een beetje los te laten hangen. Hij komt bij mij net iets over mijn kont. Wat ik dus ook wel heel erg leuk vind. Wat ik net zei, voor in de zomer met een t-shirtje en dan een shortje of zo eronder. Dus dat is deze. En dan weer als laatste van de shoplog. Dat is deze leren broek. Hier ben ik ook echt super blij mee. Hij stinkt alleen wel een beetje naar nepleer. Ik denk dat iedereen wel een keer nepleer heeft geroken. Dan weet je wel een beetje hoe dit ruikt. Dus als je nog tips hebt hoe ik die geur uit leren kleding kan krijgen. Uit nepleren kleding. Laat het me alsjeblieft weten. Want ik heb dus ook een trenchcoatjas van Naked. En leren. Maar die stinkt dus ook echt achterlijk erg naar nepleer. Zo vies. Als je hem een paar keer aan hebt gehad. Maar goed, in ieder geval deze broek. En wat ik dus zo leuk vind aan deze leren broek is dat hij dus van die witte stiksels heeft. Eigenlijk alle stiksels die gezet zijn, zijn wit. Ook op de achterkant. Ook bij de kontzakken. Vind ik echt heel erg gaaf. Ik heb deze in een maatje 36. En die zit echt perfect. Hij zit ook lekker biggie, maar weer niet te los of zo. Ik vind deze echt heel erg leuk. Ik heb dus laatst ook een paar UGGs gekocht. En daar vind ik deze dus ook echt heel erg leuk mee. Om te combineren en dan een lekkere grote hoodie eroverheen. Dit is de leren broek. Ik vind hem echt heel erg leuk. Gewoon doordat hij die witte stiksels heeft. Dat zie je gewoon niet vaak voorbij komen. Dus dat vind ik dat het hem heel erg leuk maakt. En dit is hem aan de achterkant. Hij is wel ietsjes te lang. Maar op zich weer met een paar sneakers eronder vind ik het eigenlijk wel leuk als hij er een beetje op hangt. Dus dat is deze broek. Hij heeft, voor heeft hij geen zakken. Achter heeft hij wel twee zakken zitten. Dus ja. Voordat ik deze video ga afsluiten wilde ik jullie nog eventjes iets laten zien. Want misschien kennen jullie er wel. Ik heb ook wel eens vaak video's met haar opgenomen. Maar SM Geel heeft dus in samenwerking met Serolijn haar eigen sneakers ontworpen. Echt super super gaaf. Als het goed is komen ze 20 januari uit. Maar ik heb ze alvast mogen ontvangen. En kan ze alvast aan jullie laten zien. Ze heeft ook 20 januari een winactie op de Instagram. Dus hou dat zeker in de gaten. Ik zal links in de beschrijving zetten. Maar het zijn dus sneakers van Serolijn. Ik heb ze al aangehad en eruit gehaald. En dit zijn ze. Deze heeft ze dus zelf in samenwerking met Serolijn ontworpen. Het zijn een beetje beige met groene sneakers. Ik ken het merk zelf wel al, maar ik had er nog geen sneakers van. Milan heeft wel sneakers van dit merk. En die vindt ze echt heel erg lekker lopen. Ik heb ze ook al aangehad. Dus dat zijn deze. Die wilde ik jullie nog even laten zien. En ik zal een linkje van de winactie, als die online staat, de 20ste komt die als goed online op haar account, even in de beschrijving zetten. Dat was dan weer alles wat ik van Naked heb mogen ontvangen deze keer. Ik ben echt super blij met alle items. En de Naked samenwerkingen zijn denk ik toch wel echt een van mijn lievelings. Omdat eigenlijk alles altijd echt super leuk is. En ik draag ook alles echt super veel. Ik kan ook echt niet wachten om dit witte pak te dragen. En
dit pak en deze broek lekker met mijn UGG's. En ik heb ook nog een kortingscode voor jullie. Want met de code 20Fleur krijg je dus 20% korting op je aankoop bij Naked. Dus dat is echt een super goede deal. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. En dan hoop ik dat jullie dit een leuke video vonden. Heb je nou nog leuke suggesties voor leuke video's? Laat dan eventjes weten in de reacties. Want dan kan ik daar rekening mee houden voor de volgende video's. En dan zie ik jullie volgende week weer.